Ah, oh, Louis de Rijn, Pieter hier, oftewel Oma op een met vandaag een nieuwe commentary. Vandaag heb ik weer eens na lange tijd een face-off 2v2 gameplay jullie. Het is echt een extreem lange tijd geleden. Volgens mij waren mijn laatste uploads uit juni hiervan en dat is dus alweer twee maanden geleden, maar uh, ze zijn er weer. Ik heb weer een folder ontdekt waar nog vijf face-off gameplays in stonden en uh, daar was ik blij mee want ik was eigenlijk een beetje in een, uh, in, in een gameplay-nood. Ik was, ben namelijk deze vakantie uh, twee weken op vakantie geweest en als je dan elke dag Upload, dat hakt dat er echt ziek hard in bij je gameplays. Dan heb je ineens heb je een, uh, een mega grote voorraad en ineens heb je niks meer. Maar gelukkig vond ik deze folder nog en kon ik even snel deze gameplay eruit harken. Ik heb er nog een gameplay in zitten. Ik heb nog een dertig omheen. Alleen die moet ik nog even er die uit kan krijgen. Want daar valt Sony Vegas bij. Anyway, daar wilde ik het niet vandaag met jullie gaan hebben. Want vandaag wilde ik het met jullie gaan hebben over mijn gameplay van de vorige video. Maar voordat ik daarover begin, wil ik me eerst even verontschuldigen voor de ontzettend. Te laten upload deze video. Deze video gaat er hopelijk nog om half tien op. Het is nu negen uur precies en uh, ik, ik hoop dat ik er nog op tijd red half tien. 20 minuten rendertijd, 5 minuten uploadtijd, of tenminste 10 minuten uploadtijd en dan 15 minuten rendertijd. Ik denk dat dat iets realistischer is. En ook nog 5 minuten die het me kost om, uh, om te realiseren dat hij klaar is met renderen en dat ik kan beginnen met uploaden. Dat zijn allemaal van die factoren die je nog bij moet tellen. Want uh, zodra ik een commentary af heb, gaat er natuurlijk nog allemaal mee dingen mee gebeuren voordat ik hem ook echt kan uploaden. Dat is dus een beetje waarom je hier zo laat opkomt. Ik kwam dus een kapper afspraak tussen Die. Uh, Kreeg ik vanochtend horen heel handig. Ouders wel. Mijn ouders maken mijn kapperafspraken. En ineens krijg ik te horen terwijl ik van plan ben een commentary te gaan maken. Pieter, je moet naar de kapper toe. Je hebt over 10 minuten een afspraak. Dan denk ik denk van. Oh, oh. Dus uh, ik snel naar de kapper toe, rushen. Kom ik terug. Is de harde schijf, of tenminste, een SSD, van mijn ouders is aangekomen. Die kan ik weer even gaan installeren. Natuurlijk de hele dag mee bezig geweest. Omdat dat kreng zich niet liet. Uh, Installeren was geen probleem, alleen het, uh, het overzetten van de data van mijn oude harde schijf, of tenminste van mijn ouders harde schijf, naar de nieuwe SSD toe uh, was echt een pain in the ass, zoals de Engelsen het prachtig zeggen. En daarom ben ik eigenlijk nu pas in staat om een commentary voor jullie te maken. Hier trouwens even een snelle skip van mij, want er was een. Uh, ik geloof <laughs> dat de enemies die rage quitten en uh, wat was het toen nog meer? Enemies rage quitten, ik. Uh, ik, ik weer echt 30 seconden wel niemand kunnen vinden. Dus uh, dat heb ik er gewoon even tussenuit geknipt. Gewoon om jullie niet in slaap te laten vallen. Dat doe ik af en toe bij echt van die ontzettend saaie stukjes. Maar uh, over het algemeen speel ik gewoon 6 tegen 6. En dan uh, zijn er altijd wel enemies om te killen en... Anders dan upload ik hem meestal niet. Maar deze gameplay was even gewoon zoals ik al zei, een, een note gameplay. Maar dat is dus waarom ik zo laat upload. Vandaag wilde ik het met jullie over iets heel anders gaan hebben. Waar ik niet zo heel veel tijd meer heb. Omdat ik weer een uur zat te uh, verontschuldigen, Te zat verzinnen. Waarom ik zo laat heb geüpload. Maar ik ga dus nu even direct beginnen. Allereerst wil ik uh, even zeggen dat ik um, nog vier gameplays voor jullie heb, waar jullie uit kunnen kiezen. Ik heb een MB2 Easy Mode nuke. Ik heb een MB3 mp 7 MOAB op bakara, Het is een beetje een standaard MOAB. Niks bijzonders aan de Easy Mode Nuke is ook uh, redelijk standaard. Maar ik heb geen Nuke geüpload sinds een tijdje. En ik denk, uh, misschien willen jullie dat wel zien. Dan heb ik ook nog een paar face-off gameplays voor jullie. En dat zijn eigenlijk de drie opties die jullie hier kijken. Hier trouwens, snel deze spot onthouden. Ik ging daar via de deur ging ik de draam in. En die had Team Martin niet in zijn video laten zien. Want uh, voor degenen die het niet weten... ...Team Martin had zo'n hele in-depth video over deze map gemaakt. Alleen die spot had hij niet laten zien. Dat je ook via de deur in het raam kan springen. Hij had alleen maar laten zien dat je, als je op de deur ging staan... Dat je dan via dat gat in de muur kon kijken of er mensen boven waren. Hij had uh, als enige ook laten zien dat je ook uh, vanaf die andere kant dat raam in kon springen. Maar uh, niet, niet vanaf die kant en daar gaat het om. Anyway, ik moet opschieten. De MW2 Easy Mode nu de MP7 MOAB en de Face of Gameplays... Face-off gameplays zijn ongeveer gelijkwaardig aan deze gameplay. Ik denk dat je uh, zo ruim 10, 15 kd kan verwachten. En het is uh, best wel beast mode altijd. Leuke gameplays vind ik altijd zelf om naar te kijken. Alleen uh, ik, daar gaat het dus niet om. Want normaal denk ik altijd van: oh ja, die is wel leuk die gameplay. Maar het gaat er natuurlijk om van wat jullie ervan vinden. Want ik doe het eigenlijk alleen maar van jullie het, uh, de gameplays te En de commentaries kijken doe ik ook voor mezelf. Laat eens dus in de comments achter wat jullie willen zien. De Kerel met de meeste duimpjes omhoog die wint, of tenminste de comment. En dus de kerel die die comment had geplaatst met de meeste duimpjes omhoog, die, die map ga ik gebruiken. Je kan ook uh, zelf een comment achterlaten in plaats van alleen maar duimpjes omhoog geven. En uh, hetzelfde geldt weer bij deze video: 500 duimpjes omhoog betekent een volgende video, gasten. Ik check jullie later. Ciao.